De pupillen van de papegaaitjes die hebben een militaire training ondergaan en in deze gaat het om een basistraining. Nou, en de minister van Defensie die is er op bezoek geweest voor inspectie of zij dat allemaal goed hebben gedaan zodat zij in een naast hogere rang bevorderd kunnen worden. Nou, dat is de 1 juli activiteit van de papegaaitjes om de kinderen, de pupillen, zo meer vaderlandsliefde bij te brengen. We spraken hierover met directeur Lagadou van de papegaaitjes en zij vertelt er veel meer over de training die haar pupillen hebben ondergaan, wat zij allemaal daaruit hebben geleerd en hoe het ook allemaal is gegaan voor wat betreft dit schooljaar bij de papegaaitjes. Van zoetjes aan naderen wij de afsluiting van het schooljaar bij de papegaaitjes. U hoort directeur Lagadou. Mevrouw Fennelly Lagadou, directeur van de papegaaitjes. Op deze 30 juni, aan de vooravond van de 1 juli viering, Kitty Kotti, zien we dat jullie zoals traditiegetrouw weer een activiteit hebben georganiseerd. Maar bij jullie is het een beetje anders. Wat hebben jullie anders gedaan dan andere scholen? Wel, dit jaar hebben we besloten om onze grote thema, want elk jaar hebben we een grote thema, rond deze tijd te doen. Omdat wij de peuters en de kleuters dit jaar assertiviteit wilden bijbrengen, maar ook vaderlandsliefde. Ik vind dat het heel goed gaat met Kitty Kotti. Dus daarom, de peuters en kleuters hebben een jaar lang een basistraining gevolgd. En straks komt minister Matura langs om de peuters, dus onze commando's, te inspecteren en goed te keuren. En wat hield de training in? De basistraining hield in dat ze activiteiten moesten ondergaan, sportactiviteiten, om zo getraind te worden tot echte commando's. En waarom wilt u ze nu al tot commando's omvormen? Ik heb opgemerkt aan het begin van het schooljaar dat de peuters en kleuters echt wat assertiever mogen zijn. Ze mogen wat flinker worden, ze mogen wat zelfvertrouwen hebben. En ik vind dat als je zo'n training doet en de kinderen zo kleedt, dan voelen ze zich echt wat sterker en anders. En je ziet het, ze zijn heel trots, ze stralen ook trotsheid uit. In hun pakje, ze weten ze zijn militairen, ze weten in de houding te staan, saluteren. Dus al dat weten ze. Door wie zijn de trainingen verzorgd? We hebben de heer Banel als eerst gehad, die heeft ze los voor ons gegooid en dan elke week hebben we dus gymjuffrouw gevraagd om speciale, specifieke oefeningen met de peuters te doen in de trend van commando's. Wat een commando zou doen eigenlijk, wat een militair in opleiding zou doen. En merkt u dat uw militaire in training, merkt u verandering bij uw militairen? Ja, ik zag net eentje daar rennen en hup militairen schreeuwen. Dus ik denk wel dat het wat effect heeft. Ik hoor ook ouders klagen dat ze de hele dag hup militairen zingen thuis en in de houding staan. En ik heb ook gezien dat ze beter instructies kunnen opvolgen. Want we hebben ze gezegd, een echte militair kan instructies opvolgen. Dus we hebben ze spelenderwijs een beetje gehoorzamer gemaakt. En vandaag moeten ze dus in een naast hogere rang bevorderd worden door de minister. Yes. Welke functie, welke bevordering wordt dat? Ze worden papegaaitjes commando's. En wat is hun belangrijkste taak? Hun belangrijkste taak is land en volk te verdedigen. Ja. En op welke andere manier hebben jullie als de papegaaitjes toch geprobeerd om dat stukje vaderlandsliefde bij te brengen bij uw militairen? Wij hebben ze ook gezegd dat militairen in principe het volkslied uit het hoofd kennen. En de papegaaitjes kennen het volkslied helemaal uit het hoofd, van achteren naar voren, beide coupletten. En ze gaan het straks voor de minister zingen. We hebben ze ook alles uitgelegd over Suriname, over de Surinaamse vlag en alles eromheen. Dus ze weten het. En u als de commando, u bent tevreden? Ik ben hartstikke tevreden over de papegaaitjes. Ze zijn flink, ze hebben me niet teleurgesteld. En ze zijn gehoorzamer geworden, want soms hoor ik de ouders ook klagen dat hun oren verdwenen zijn. Maar sinds ze de basistraining hebben gevolgd, dan kunnen ze basisinstructies opvolgen. Maar ze blijven papegaaitjes. Welke vervolgtrainingen komen er? Voor dit jaar gaan we afsluiten. We gaan nu naar de uitreiking. En dus dat was het zo een beetje. Dus dit is onze laatste grote thema. En nu gaan we naar de uitreiking. En ondanks COVID-19 is het toch een snelle schooljaar geweest of een vlugge schooljaar geweest? Ja, het is een succesvol, vlugge schooljaar geweest. We hebben niet heel veel problemen ondervonden. Maar ik ben trots hoe het is afgelopen. Het kan altijd beter. Dus ik hoop dat het volgend jaar beter gaat. Dat we leren uit onze fouten. En als directrice, directeur, mevrouw Lagadou, wat is uw 1 juli Kitty Kotti boodschap? Niet alleen naar uw pupillen,
hun ouders en verzorgers, maar naar de totale gemeenschap? Ik zou zeggen, we moeten elkaar lief hebben, respect voor elkaar hebben, maar behalve dat rekening houden. Maar het allerbelangrijkste, we moeten de moed niet laten zakken, maar gewoon doorwerken voor Suriname. Dankjewel, u ook. Gefeliciteerd met de dag van 1 juli en met uw militairen. Dankjewel, commando's. Ja, correctie met die commando's.